Billy Bones presenteert De Tempeljagers, de wraak van Raven-eiland. Geschreven door Michael Reeves, voorgelezen door Joost Burger. Aflevering 4. Een vreemdeling voor de deur. Finn, Noah en Tess houden het deksel van de schatkist stevig vast. Met veel gekraak komt het deksel omhoog. Geen wonder, want de kist is al honderden jaren op slot geweest en de scharnieren zijn flink verroest. Vins hart gaat tekeer. Hij is zo nieuwsgierig naar de schat. Maar dan wordt de binnenkant van de kist langzaam zichtbaar. Maar dit is. brengt Noah verbouwereerd uit. Tess trekt haar handen terug als het deksel met een klap tegen de muur komt. De kist is leeg. Geen schat. Helemaal niks. Vin laat teleurgesteld zijn schouders hangen. Ik had echt verwacht dat we een schat zouden vinden. Wij allemaal, zegt Noah. Wat een domper! Hij haalt zijn hand door de lege kist en voelt dan dat hij toch niet helemaal leeg is. Op de bodem ligt een vel papier, in dezelfde bruine kleur als de kist. Verbaasd pakt hij het eruit. Een aanwijzing? vraagt Tess. Ik geloof het wel. Noah draait het vel om, maar door de bruine kleur is de tekst niet goed leesbaar. Iemand heeft de schat er dus uitgehaald. Noah wrijft nog eens over de bodem van de kist, maar hij vindt niets meer. Maar wel een aanwijzing achtergelaten. Wel zo netjes, zegt Tess. Maar het is toch niet logisch? Waarom zou iemand de schat meenemen en ook nog eens laten weten waar hij het opnieuw heeft verstopt? Wacht eens even, zegt Noah. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat iemand deze schat heeft gevonden. Hij was zo goed verstopt. Alleen als je in het château woont kun je de aanwijzingen vinden. En dan nog is het niet makkelijk. Tess kijkt hem vragend aan. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat dit misschien een volgende stap is om de schat te vinden. Finn krabt aan zijn kin. Hij had de moed een beetje verloren toen hij de lege kist zag. Maar als hij Noah zo hoort, is er eigenlijk niets te verliezen. Zullen we dit dan onderzoeken? stelt Finn voor. Nou en of, roept Tess en ze geeft de jongens een high five. In de bibliotheek zoeken ze naar opa Klaver, maar hij is nergens te bekennen. Hij is vast op zijn kamer, zegt Noah. Zullen we daar even gaan kijken? Tess houdt hem tegen als hij de gang op wil lopen. Weet je wat we doen? We onderzoeken dit eerst zelf en dan gaan we opa zoeken. Maar wat als we hem nodig hebben om de schat te vinden? vraagt Finn. Tess kijkt hem uitdagend aan. We zijn nog niet eens begonnen aan het onderzoek. Kom op, laten we het eerst zelf proberen. Finn en Noah lopen achter Tess aan naar de grote leestafel. Finn legt het bruine vel in het midden. Eens kijken. Noah schijnt met zijn mobiel over het vel, maar er gebeurt niet veel. Bij de landkaart van Kivamba had Lara een ander soort licht gebruikt, zegt Tess. Oh ja! Noah stopt zijn mobiel weg en loopt naar een grote kast die tussen de vele boekenrekken is geplaatst. Hij is net zo hoog als de bibliotheek zelf, bijna vijf meter. En de bovenste planken kunnen alleen met een ladder worden bereikt. De deuren gaan dankzij een ingenieus schuifsysteem makkelijk open. Noah trekt een la naar zich toe en haalt er een klein lampje uit dat op een zwarte metalen stift lijkt. Laten we eens kijken, zegt hij als hij terug is. Met een paarsblauw licht schijnt Noah over het vel. Na een paar seconden doet hij het licht alweer uit. De tekst blijft net zo onleesbaar als zonder licht. Er zijn vast en zeker andere manieren om de tekst weer leesbaar te maken, zegt Tess. Finn legt zijn hoofd op tafel en zucht. Ik weet het niet. Misschien is het beter om er gewoon mee te kappen. Alsof we die schat ooit nog gaan vinden. Wat als het allemaal één grote grap is? Tess rammelt hem zachtjes door elkaar. Hallo, hoor je wel wat je daar zegt? Doe niet zo negatief. Ik ben de enige die steeds oplossingen probeert te bedenken. Misschien kunnen we het vel in een bepaalde vloeistof leggen, zegt Noah. Dat heb ik Lara eens zien doen. Dan verdwijnt die bruine troep en worden de woorden weer zichtbaar. Ja, dat zou kunnen, zegt Tess. Maar dan moeten we Lara er ook bij betrekken. En ik weet niet of dat zo'n goed plan is. Finn ziet het al helemaal voor zich: Lara, die enthousiast reageert en binnen één seconde het hele mysterie oplost. Dan blijft er niets meer voor hen over om te puzzelen. Zullen we er anders later mee verder gaan? vraagt hij. Ik heb honger en op een lege maag kan ik niet zo goed nadenken. Terwijl ze in de keuken een sandwich eten, praten ze verder over hun zoektocht naar de schat. Buiten is het weer harder gaan regenen en de druppels kletteren tegen de ruiten. Vinden jullie het ook niet vreemd dat uitgerekend nu iemand het château heeft overvallen? Vraagt Tess. Daar hebben wij niets mee te maken, zegt Noah met volle mond. Mam is er kapot van. Er zit iemand achter die het op mam heeft gemunt. Dat kan niet anders. De deurbel gaat. Finn staat op. Dat zal de politie wel zijn, zegt hij en hij loopt naar de hal. Als hij de deur opent. Valt zijn blik op een lange man die een zwarte mantel draagt. Zijn gezicht is nauwelijks herkenbaar. De regen klettert op zijn hoofd en schouders. Zwijgzaam staart hij Finn aan en haalt dan iets onder zijn mantel vandaan. Het is een bruin pakketje. Momentje, ik haal mijn vader. Finn rent de lange gang aan de westkant van het château in. Helemaal aan het einde is de galerie, waar zijn vader mee helpt om de ravage op te ruimen. Pap? Ja, jongen. Wat is er? We zijn druk bezig. Er is post. Of je even naar de deur wilt komen? Zijn vader en moeder wisselen een vragende blik. Dan loopt zijn vader achter Finn aan naar de hal. Ik kan me niet herinneren dat we iets hebben besteld, zegt hij. Als ze bij de deur aankomen, is er niemand meer te zien. De vreemde bezorger met het pakketje is verdwenen. Wat is dat? vraagt Finn als hij een zwarte veer op de grond ziet liggen. Zijn vader raapt de veer op en droogt hem aan zijn trui. Een ravenveer. Weet je zeker dat die man een pakketje had? vraagt hij. Finn knikt. Hij haalde het onder zijn jas vandaan. Het was niet zo heel groot. Misschien was het niet belangrijk. Zijn vader draait zich boos om. Niet belangrijk? Finn, we hebben net een inbraak gehad. en jij laat zomaar de deur openstaan als er een vreemde aanbelt. Wat als die vent nu in ons château is? Er is duidelijk paniek in zijn vaders stem te horen. Haastig gooit hij de deur dicht en beent naar de galerie. Finn holt achter hem aan. Zijn gedachten waren bij het mysterie dat ze hoopten op te lossen, waardoor hij niet aan de inbraak dacht. In de galerie vertelt zijn vader wat er is gebeurd. En die man loopt hier nu rond? vraagt zijn moeder met een trillende stem. Ik hoop dat je hier goed over nadenkt, Finn, zegt zijn vader boos. Versuft van wat er is gebeurd, loopt Finn terug naar de keuken, waar de anderen ijverig met het vel papier in de weer zijn. Wat is er met jou? Vraagt Noah. Finn gaat aan de tafel zitten en plaatst zijn handen onder zijn kin. Ik heb iets doms gedaan. Wat dan? Vraagt Tess en ze slaat een arm om hem heen. Hé, hey, gaat het wel goed? Finn heeft het gevoel alsof er een bom in zijn maag is geëxplodeerd. Hij zit vol schuldgevoel. Nou, begint hij. Er stond een vreemde man aan de deur die een pakketje voor mijn ouders zou hebben... En ik liet de deur openstaan en ik ben naar de galerie gegaan om papa te halen. Maar toen ik met pap terugkwam, was er niemand meer bij de deur. Alleen een zwarte ravenveer die op de grond lag. En misschien loopt die vreemdeling nu wel hier in het château. Noah kijkt hem verbaasd aan. Man, dat is echt niet slim van je. Ik hoop dat ze hem kunnen vinden. Of niet, zegt Tess. Het is nog beter als die vreemde gast gewoon is vertrokken. Hebben jullie intussen iets ontdekt? Vraagt Finn als hij een beetje bekomen is van de schrik. Nope, zegt Noah. We hebben al geprobeerd de tekst zichtbaar te maken door het vel tegen het licht te houden. Maar dat werkt niet. Er zit een of andere laag overheen, waardoor de tekst verborgen blijft. Eerlijk gezegd heb ik ook niet veel zin om hiermee verder te gaan, zucht Finn. Hij staart naar buiten. De regendruppels druipen als slakke slijm langs het raam omlaag. Hadden ze beter niet aan deze zoektocht moeten beginnen? Nu niet zo stom gaan doen, zegt Noah. Je wilt toch ook weten naar welke schat we op zoek zijn? Ja, of we vinden alleen nog maar meer ellende. Finn weet het even niet meer. Kunnen we morgen verder gaan? Ik heb voor nu even genoeg gehad. Oké, okay, prima, knort Noah. Vliegend vlug rolt Tess het bruine vel op en staat op. Dan ga ik ook maar naar huis. Ze knipoogt als Finn verbaasd opkijkt. Hij wijst naar het vel in haar handen. En je neemt dat mee? Ze gaat thuis nog kijken of ze er iets mee kan, zegt Noah. Dat was ze al eerder van plan. Niet dat je denkt dat het door jou komt. Oh, maar laat het ons wel meteen weten, hè? Ja, de, natuurlijk! Tot morgen, jongens! In de deuropening draait ze zich nog een laatste keer om. Oh ja, en succes met die indringer! Ik hoor wel wat er is gebeurd. Yep, zegt Noah. Doei! Finn en Noah helpen hun ouders mee met zoeken. Maar in geen enkele kamer van het chateau is iemand te vinden. Behalve opa, die heeft zich teruggetrokken in een klein hoekje van de logeerkamer. Hij zit op de grond tussen een kast en een spiegel in, met een deken over zijn knieën. Opa? vraagt Fin verbaasd. Wat doe je hier? Opa kijkt langs Fin heen en mompelt wat onverstaanbaars. <racht> Hij komt! roept opa dan ineens uit. Wie komt, opa? vraagt Noah. Het duurt even voor opa antwoord geeft. Hij kijkt in de verte. De ravenman, fluistert hij. De ravenman neemt wraak op datgene wat hem lang geleden is afgenomen. Finn kijkt zijn broer vragend aan. Dit is wel creepy. Denk je dat dit iets te maken heeft met de veer die voor de deur lag? vraagt Noah. Dat lijkt me wat ver gezocht. Ik vertrouw helemaal niets en niemand meer, zegt Finn nerveus en hij probeert opnieuw contact met zijn opa te maken. Opa, hoort u mij? Wie is de ravenman en waarom wil hij wraak? De raven wijzen de weg. Blijf uit de buurt van de ravenman. Opa mompelt verder zonder Fin in de ogen te kijken. Later maar zegt Noah. Hij is in zijn eigen wereld. We kunnen het morgen nog eens aan hem vragen. Fin knikt en komt weer overeind. Op datzelfde moment verschijnt hun moeder in de deuropening. Hier zijn jullie. Dan ziet ze opa. Ach nee, is hij weer eens verdwaald? Ze komt de kamer binnen en helpt opa overeind. Ze richt zich intussen tot de kinderen. We hebben niemand kunnen vinden. Ze slaakt een zucht van verlichting. Dus voor nu zijn we veilig. Wel komt er morgen een bedrijf overal nieuwe bewakingscamera's installeren. Maar die hebben we toch al? vraagt Noah. Ja, maar blijkbaar niet genoeg. Rond het hele château worden ook bewegingsmelders geplaatst die ons kunnen waarschuwen als er iemand s'nachts inbreekt. Heftig? zegt Finn. De blik in hun moeders ogen verandert plotseling. Dit is ook heftig, jongens. Wees alsjeblieft voorzichtig met wat jullie aan het doen zijn. Een ogenblik denkt Finn dat hun moeder op de hoogte is van hun zoektocht. Maar dan beseft hij dat ze van bijna niets weet. Ze denkt dat ze gewoon aan het spelen zijn. Nou, ze moest eens weten wat voor een ellende het al met zich mee heeft gebracht. Als Finn in bed ligt, maalt er een hoop door zijn hoofd. Wie is de Ravenman? En waarom begint zijn opa er ineens over? Komt het door wat ze ontdekt hebben? Zijn mobieltje op het nachtkastje trilt kort. Een berichtje van Tess in hun groepsapp. Heb iets gevonden op het vel, schrijft ze. Een afdruk van een veer. Morgen naar Lara? Finn wil terugschrijven, maar dan ziet hij een berichtje van zijn broer. Oké, doen we. Slaap lekker. Finn denkt meteen weer aan de veer bij de voordeur. Die heeft hier ook mee te maken. Het kan niet anders. Wat het ook is, ze gaan het ontdekken. De regen stroomt als een waterval langs het raam. En dan flitst het. In een tel ziet Finn het gezicht van een man met grote bulten en gitzwart haar voor het raam. Happend naar adem trekt Finn het laken over zijn hoofd. Zijn hart is een paar versnellingen hoger gaan kloppen. Zodra hij het laken weer laat zakken, ziet hij niemand meer. De slaap zal voorlopig nog even op zich moeten laten wachten.